Toen ik naar Nederland gevlucht, verwacht ik een oriëntatie en informatie te krijgen over hoe gaat het in Nederland. Met het zorgsysteem, met het onderwijs, met alle dingen. Ik heb veel dingen geweten van mijn buren. Niet van de instanties, bijvoorbeeld het zorgsysteem. En hoe werkt de huisarts? Deze dingen wist ik van mijn buren. Toen ik naar de huisarts ging met de klachten hier of daar, hij zei, ja, is goed, jij hebt geen probleem. Ja, ga maar even rusten. Ja, als de hoofdpijn stopt niet, neem paracetamol. En ja, dat was echt lastig. Ik verwacht om misschien antibiotica te krijgen. Of hij stuurt mij naar het ziekenhuis. Als dat gewoon gebeurt in mijn land. Maar hier niet. De nut bij de huisarts was onduidelijk. Wij wisten wel dat er is huisarts, maar wanneer ga jij, met welke vragen ga je bij de huisarts? Ik weet nou dat de rol van huisarts is nog groter dan alleen maar even naar jouw ziekte te luisteren. Het is zoals, jij kan jouw verhaal kwijt. Vooral voor onze mensen is ook van belang dat ze hebben bijna niemand om hun verhaal kwijt te raken. En weten ze ook niet naar wie wordt doorgestuurd of wie kunnen hun helpen. Dus het is goed dat de huisarts moet op de hoogte zijn, ook onze mensen ook moet toegelicht. Als ze hebben iets probleem, kunnen zij daar beginnen. Sommige mensen hebben een infectieziekte, die komt soms van school, die soms van buren, zoals die waterbokte. Sommige mensen hebben in Syrië niet gestudeerd. Zij weten niks over die ziekte. Zij denken dat het heel gevaarlijk is voor de kind. Wat kunnen we doen? Wat is er aan de hand? Ik zeg voor de mensen, jullie moeten gaan naar de GGD. Daar kunnen hun met jullie spreken. Vroeger ken ik de kraamzorg niet, dus ik heb niet aangemeld voor een kraamzorg. Ik vind dat niet zo belangrijk. Maar de verloskundige zegt dat is heel belangrijk. Je moet leren wat de kraamzorg doet in het huis. Ik ging thuis, ik kijk naar een filmpje. Ik vind dat is heel belangrijk. Ik lees ook op het internet. Wat zij doen. Veel mensen weten niet wat de kraamzorg betekent. Of zij zeggen, nee, ik wil die vrouw niet komen naar mijn huis. Wat ze gaat doen? Ik kan dat doen, geen probleem. Ik kan koken, ik kan schoonmaken. Maar ja, dit ook komt om te kijken voor de kind. Ze kijkt voor de gezondheid. Als je spreekt met de huisarts of een ziekenhuis, misschien krijg je geen goede antwoord. Misschien kun je niet uitleggen wat is er aan de hand. Welke ziekte heeft die kind of de moeder? Maar de kraamzorg weet dat heel goed. Ze kan goed uitleggen.